Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 december. Het is stralend weer in het grootste deel van het land. Alleen in het noorden, daar is mist aanwezig. Op de weerkaart is dat mistgebied goed te zien. Dat gaat geleidelijk aan oplossen. En vanmiddag moet toch ook in het noorden de zon doorbreken. Maar vanavond dan komt de mist, met name in het noordoosten, weer terug. En omdat de temperaturen heel laag zijn, kan het ook aan gaan vriezen die mist. En dat betekent dat er kans is op gladheid. Momenteel wordt er ook hier en daar gladheid gemeld in het land. Op maandag komt er geleidelijk aan wel wat meer hoge bewolking binnenschuiven. Ook dat zien we in deze animatie gebeuren. Maar dat is dunne bewolking en dat betekent dat het maandag gewoon een mooie zonnige dag is met later dus wat hogere wolkenvelden. Maar in de avond gaat het ook op maandag weer vriezen, want het blijft nog eventjes koud. Pas in het tweede deel van de week zien we de temperaturen duidelijk wat omhoog gaan. Overmiddag is het koud met maxima die variëren tussen de 1 en de 3 graden. Met name in de mistgebieden kan de temperatuur achterblijven en misschien blijft het hier en daar zelfs wel net onder nul als de mist de hele dag blijft hangen. Dat is niet uitgesloten. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen en zoals gezegd daar waar geen mist is, daar is het gewoon een prachtige dag vandaag, alleen wat aan de koude kant. Vanavond dan gaat het weer snel overal vriezen en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n min 3 tot min 6 graden. Mogelijk dat het in het oosten zelfs nog een min 7 gaat worden. Er kan dus in het noordoosten ook wat mist ontstaan. Elders blijft het vrij helder. En morgen krijgen we dan opnieuw een dag met flink wat zon. Later op de dag kan er dus wat bewolking vanuit het westen binnen gaan schuiven. Dat is dan met name in het zuiden en dat is vrij dunne bewolking. Ik verwacht daar niet al te veel van. De wind die waait morgen uit een oostelijke of zuidoostelijke richting en is zwak tot matig. Ja, inmiddels zijn de nieuwe modellen binnen en voor dinsdag ziet het er wat optimistischer uit dan hier geschetst. Want het blijft overal droog zoals het er nu naar uitziet. De neerslag kunt u dus vergeten. Ook is het dinsdagochtend nog wel ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe. En ook woensdag is de weerkaart wat positiever dan hier geschetst. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er is een mix van wolkenvelden en af en toe zon. Ik denk wel dat woensdag de bewolking steeds meer gaat overheersen. Geleidelijk aan komt er ook steeds zachtere lucht onze kant op en dat zien we aan de maxima. Woensdag wordt het zo'n 6 tot 8 graden en donderdag kan het zelfs 10 tot 11 graden worden. Dan neemt wel de kans op een bui toe. En de dagen erna ziet het er ook vrij zacht en wisselvallig uit tot en met het weekeinde houden we maxima van zo'n 10 graden. Ik wens u een fijne zondag en tot een volgende keer.